De plaatjes die zijn er natuurlijk achteraf aangelast. Maar de roos is eigenlijk ontstaan uit zulke stukjes staal. Rozen smeden uit staal is niet makkelijk. En aan één bloem werkt deze smid uit Niel minstens een halve dag. De leden van de ambachtelijke smederschilden maakten samen al zo'n twintig stuks. Die zullen deel uitmaken van een herdenkingsmonument in Noorwegen. Zeker een sculptuur waar dat smeetwerk bij te pas komt. Dat is iets dat ons natuurlijk zeer erg aanspreekt en daarom hebben we daar aan meegeholpen. Ik vind zoiets mag niet verloren gaan. Er is gekozen voor de roos als symbool van liefde en verdraagzaamheid, maar niet alleen daarom, denkt deze smid. Natuurlijk ja, is het ook zo. Dat een smid graag rozen maakt. Hè. Dus dat mocht je niet, niet onder de stoelen of banken steken. Hè. Dus de rozen is eigenlijk iets dat verbonden is met een smid. Ja. Je kunt daar veel van jezelf in leggen. De natuur uh, is eigenlijk geen rechte lijn. In de natuur bestaan eigenlijk geen rechte lijnen. Dus, dus het is eigenlijk een dankbaar onderwerp voor een smid. Dat zal er ook wel mee, met, mee te maken hebben, denk ik. Aanstaande vrijdag zal Guy de laatste roos in zijn smidse afwerken. Daarna worden alle rozen verzonden naar Noorwegen.